De politie heeft vorige week 3 mannen aangehouden van 25, 28 en 29 jaar vanwege een eerdere mishandeling op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. De mishandeling gebeurde op 26 augustus 2017. 3 mannen hadden toen 2 medebewoners van Leeuwarden mishandeld. Meerdere mensen die daar rondliepen schoten de slachtoffers te hulp. Bij het plein zitten veel camera's die de zware mishandeling gefilmd hebben. Doordat er zoveel camera's zijn, is er een goed beeld van de mishandelaars. De verdachten zijn afgelopen week voorgeleid bij de rechtercommissaris en moeten nu 14 dagen vastzitten. Een week geleden zijn de scholen begonnen en voor velen is dat nog steeds een spannende periode. Ook op de hbo-opleidingen van Stende en de NL zijn weer een lading verse eerstejaars bijgekomen. En hoewel sommigen uit de buurt komen, zijn er velen die nu net kennis hebben gemaakt met de stad Leeuwarden. Tinka Herskewits ging op pad en vroeg de eerstejaars hoe zij tegen ons stadje aankijken. Ben je net begonnen met studeren hier? Ik ben net vorige week begonnen met een nieuwe opleiding hier in Leeuwarden op Friese Poort. Nee, ik zit nu in mijn 4e jaar. Dus ik woon gewoon in Stien, het is hier om mijn buurt, in de buurt. Ik zit nu in mijn 4e jaar, dus ik zit er al 3 jaar. Nee, al een jaar. Ja, al een jaar. Al een jaar. Welke school doe je? Friesland College. Welke opleiding volg je? Onderwijsassistent. Verzorgende IG. Onderwijsassistent. Wat vind je van Leeuwarden zelf? Hele mooie stad. En wel druk natuurlijk, want ik kom zelf uit het dorp. En dat is natuurlijk wel wat verschil, maar het is prima bereikbaar met bus en fiets. En prima stad om te studeren. Dus, Jawel, ja, leuke stad. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel een leuke stad. Ik woon er al mijn hele leven, al 17 jaar. Wel een mooie stad. Alleen om mijn kind hier te zien opgroeien met drugs. En ja, ik woonde in de straat waar dan drugs gedeeld werd. En daar zie ik mijn kind niet opgroeien. Wat was je eerste indruk van Leeuwarden, denk je, voor mensen die hier niet wonen? Ja, ik denk wel leuk. Het ziet er wel leuk uit, vind ik. En er zijn wel leuke dingen hier te doen. Dus. Druk en groot. Ja, ik woon zelf in een kleine stad, dus ja. Leuke stad. Ja, druk ook. Ja. Ja, heel groot. Heel groot en heel veel mensen en ja, drukte natuurlijk, want dat waren we helemaal niet gewend. Wij wensen alle eerstejaars in ieder geval veel kennis en succes met de studie. In de afgelopen 5 jaar is het aantal cafés in Nederland met 4% gedaald. Echter geldt deze daling niet voor Leiden, Den Haag en Leeuwarden. Sinds 2012 zijn er juist 18 cafés bijgekomen in onze gemeente. Iets wat dus tegen de landelijke trend ingaat. De onderzoekers hebben nog geen concreet beeld waarom de daling in Nederland is ingezet. Maar het idee is volgens de onderzoekers dat de levensstijl van Nederlanders is veranderd. Tevens wordt ook vermoed dat festivals en vergrijzing invloed hebben op het aantal cafés in Nederland. De onderzoekers verwachten ook dat de dorps- en buurtcafés zullen verdwijnen en dat er meer eetgelegenheden bij zullen gaan komen. Waarom er juist nou in Leeuwarden geen daling is van het aantal cafés, is niet bekend. Cambuur had afgelopen vrijdag een pot die ze op eigen gas konden spelen en heeft daar met een 2-2 gelijk gespeeld. Om polshoogte te nemen van de krachtmeting sprak verslaggever Richard de Vries met Robert Schilder. Robert Schilder, heb je ooit zo'n bizarre wedstrijd als vandaag gevoetbald? Je weet natuurlijk wel waar je op doelt. Ja. Het was een aparte avond wat dat betreft, maar ja, dat maakt verder ook niet zo heel veel uit. Met wat voor gevoel staan jullie hier nu? 1 punt tegen Jong FC Utrecht? Ik sta hier zeer teleurgesteld. Ik ben teleurgesteld over hoe we hebben gespeeld en het resultaat natuurlijk. Jullie hebben nog voor de wedstrijd jullie gewoon een warming-up en alles kunnen doen. En dan stappen jullie het veld op en gaat de wedstrijd niet door. Was het in overleg met jullie als aanvoerders of hoe ging dat? Nee, niet, want het veld was op zich goed totdat we naar binnen gingen. Het duurt natuurlijk een minuut of 5. Je gaat een minuut of 5 voor de wedstrijd beginnen naar binnen. En dan, toen het veld erop kwam, zagen we dat het veld los lag. Er lag water onder of lucht onder, ik weet eigenlijk niet precies. Dus dat was gevaarlijk, dus dat moest hersteld worden. Dan gaat de wedstrijd eindelijk beginnen. En jullie komen nog voor rust op 1-0. Dat was denk ik wel lekker dat die nog net voor rust viel. Ja, tuurlijk, want zonder dat we goed speelden, kom je dan op 1-0. Dat is natuurlijk wel een opsteker en we gaven ook niet al te veel weg. En we begonnen eigenlijk de tweede helft goed. 2 grote kansen, hele grote kansen, misschien wel de beste van de wedstrijd. En vervolgens was het laatste,
half uur, 35 minuten vond ik het gewoon heel matig. Zijn jullie uit jullie ritme ook gehaald doordat de wedstrijd nog een keer moest worden stilgelegd? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Want ik vond ons daarvoor al niet goed spelen. Te ver teruglopen eigenlijk. Wat totaal niet nodig was. Want ik al zei, we kwamen behoorlijk uit de kleedkamer. En na de rust. Nee, dat vond ik niet. Dat heeft niet. Dat is absoluut geen excuus voor ons. Heb je het gevoel dat de wedstrijd op een gegeven moment gewoon oncoachbaar, oncontroleerbaar werd in dat laatste half uur? Nou ja, het wordt natuurlijk wel wat rommelig, maar ja, ik vind dat allemaal niet. Nee, ja, dat vind ik eigenlijk niet echt aan de orde. We moeten gewoon alles doen om die wedstrijd eruit te slepen. Want dat we niet goed speelden was wel duidelijk. Maar ja, dan vind ik het gewoon te weinig wat we hebben laten zien vandaag. Dan kom je met 10 man op 2-1 voor, dat is dan lekker. Maar dan 1 corner en dan is het toch weer 2-2. Ja, precies zoals je zegt. Ik denk dat we gewoon ook niet goed genoeg waren vandaag om te winnen. Ik vond ook niet dat het verdiende om te winnen eigenlijk, als ik eerlijk ben. En dat is teleurstellend. Maakt dat de aankomende uitwedstrijden er nog moeilijker op? Nou, nee, zo zie ik dat niet. Maar ik ben gewoon heel teleurgesteld over vanavond. En volgende week, dat staat hier verder totaal los van. Aanstaande vrijdag speelt Cambuur uit tegen Go Ahead. Dit kan je onder andere beluisteren bij Cambuur Live op Leo FM op 106.1 FM.